Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Rote Pokémon Meester. Vandaag gaan we weer de gloednieuwe set Champions Pad openmaken, want die is mij de afgelopen twee keer supergoed bevallen. En het is echt een hele leuke set om open te maken. Dus dat gaan we vandaag weer lekker doen. Maar eerst heb ik een klein opwarmertje voor jullie, want ik had deze nog liggen. Deze One Pack Blister van Darkness Ablaze. Met een promokaart van Pikachu en een coin erin. Dus die gaan we als eerste even openmaken. En terwijl ik dit open friemel, kijk eens even naar mijn logo jongens, want daar is iets veranderd. Ik heb namelijk aan mijn moeder gevraagd of die mijn favoriete Pokémon kon tekenen, zodat ik een mooi logo kon hebben voor mijn kanaal. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden, dus laat me dat weten in de comments hier beneden. Kijk, hier is de promokaart, de Pikachu, nummer 39. Wel een geinig kaartje, gewoon een holo. Dan zit er ook nog een codecard bij voor jullie. En nog deze coin, wel een geinig ding. Maar het belangrijkste is natuurlijk het pakketje Darkness Ablaze. En jullie hebben de boosterbox hiervan al gezien op mijn kanaal. Dus jullie weten wel een beetje waar we naar op zoek zijn. Uiteraard de Charizard VMAX. Codecard voor jullie. En dit opwarmertje beginnen we met een Water Energy. Dan een Poltergeist. Combusken. En we een Glimmer Tangle. Dan een Diglett. Squovid. En dan een Shelmet. Vervolgens een Panpour. Daddy Ursa. En dan een reverse holo is een turbo patch. En dan de eerste rare van deze video. Godvloeiende, godverdomme. Oeh, helaas, een normal rare uit het Darkness Ablaze pakketje. Maar goed, het is natuurlijk niet voor niks een opwarmertje. Want nu gaan we door naar waar jullie voor gekomen zijn. Is het Dubbel V Collection Box. En ik noem dit liever de Dubbel V. En in deze Collection Box zit de promokaart van het Dubbel V. Een oversized kaart en nog 4 Champions Pad pakketjes. Dus dit kan een mooie opening worden. We gaan snel beginnen. Even kijken, we zitten op dit moment van opnemen zitten we op 44 abonnees. We gaan echt als een raket. En ik had al aangegeven in voorgaande video's, bij 50 abonnees komt er een kleine giveaway. Dus ik zou zeggen, abonneer nu, reageer nu, dan ben je een baas. Dit is hem dan, de Dubbel V. Gaat dit schaapje de Dub weer cool maken in 2020? Wie weet. Lijkt me sterk, maar goed. Wel een geinig kaartje. En we hebben dan natuurlijk ook nog de oversized versie van. Die heb ik hier. Echt een gigantisch ding. Gigantische schaap. Ik moet zeggen dat ik het wel een geinige Pokémon vind hoor. En dan hebben we natuurlijk nog de 4 Champions Pad pakketjes. Daar waar het allemaal om draait. Ik heb hier trouwens ook nog een codecard voor jullie. Als u. En hier de 4 pakketjes. Ik ga snel de camera goed zetten, zodat we kunnen gaan beginnen met openen. En daar zijn we weer. We gaan beginnen met openen. Ik heb mijn gelukspoppetje er ook even bij gezet. Zodat we nog meer kans hebben om de Charizard VMAX te pakken. Of die Shiny V. En dan gaan we het allereerste pakketje. Hier de codecard voor jullie zoals altijd. En dan zijn we met het allereerste Champions Pad pakketje van deze aflevering. We beginnen met een Darkness Energy. Dan een Beedrill. Truffle Stadium. We hebben een Milo. Dan een Trubbish. Rolly Collie. Dan een Kakuna. Galarian Zigzagoon. Vervolgens een Carvana. Hey, en meteen een Reverse Holo Energy. Eentje die ik ook nog niet heb, dus is helemaal top. We hebben een Fairy Energy. En die ziet er al heel gaaf uit, hoor, met dat roze. Helemaal mooi. Zit er ook iets heel diks achter? Dat is natuurlijk de vraag. Oeh, wel mijn Champ Holo, die had ik nog niet. Dus dat is super mooi. En op deze manier bouwen we het wel rustig op. We hadden net natuurlijk een Normal Rare van Darkness Ablaze. Nu een holo, dus in deze, hierin moet die zitten, een ultra rare. Hier de codecard voor jullie. Pakketje nummer 2 beginnen we met een Water Energy. Dan Suspicious Footin, Kabu, Arbok. Dan hebben we een Potion, Ekans, de Purloin, Sizzlipede. Vervolgens een Full Heal. En dan een Reverse Holo Rockruff. Ik heb nog steeds geen Reverse Holo Rare uit Champions Pad gepakt. Maar goed, het gaat ons nog wat om wat hierachter zit. Oeh, wat weer een Machamp Holo. Die wordt er wel heel toevallig. Toeval, toeval, weet je wat toeval is? Als je op de grond ligt te schokken met schuim op je bek, dat is een toeval. Ik had hem eerst ook niet en nu heb ik hem 2 keer achter elkaar gepakt. Dat is wel grappig. Trouwens, het is eigenlijk helemaal niet grappig, want ik heb hem maar 1 keer nodig. Ik wil gewoon een Ultra Rare hebben. Zoals ik net al aangaf, ik heb nu dus een nieuw logo bij mijn kanaal past. Ik moet nu alleen nog een nieuwe banner maken. Dus daar moet ik nog even mee gaan klutselen. Codecard voor jullie. Pakketje nummer 3. 3x scheepsrecht. We beginnen met een Electric Energy Rotom Phone. Dan Team Yelgrunt. Hebben we een Malmar. Hebben we Vulpix.
Vervolgens een potion. Ja, inmiddels hebben we eigenlijk bijna alle commons en uncommons al. Ekans dus. Purloin, die heb ik echt al 80 keer ook. Sizzlipede. Oh, en weer een reverse holo energy. Dit is echt top. Ik ben hier echt fan van. En weer eentje die ik nog niet had. Een blauwe. Een water energy. Dus dat is fantastisch. En wat zit hierachter dan ook iets fantastisch? Oeh, nee, weer een holo. Dit keer eentje die ik wel al had. De Marnie. Dus dat is zonde. Ze hebben nou 3 keer achter elkaar een holo gehad. Nu is het wel goed geweest. En we gaan dan weer door naar het laatste pakketje van deze aflevering. Pakketje nummer 4. Ja, ik hoop dat mijn gelukspoppetje me nog wat geluk gaat brengen. En dat we in ieder geval nog een ultra rare krijgen. Dat is toch wel het minimale wat we hieruit willen halen. De codekaart. 1, 2, 3, 4. Hoedje van. Papier. En het laatste pakketje. En we beginnen met een Metal Energy. Dan een Victini. Dan hebben we Hop. A.k.a. Die jonge man met een overschot aan pigment. Pokémon Center Lady. Dan een Carvana. Hebben we een Snake. Andersom. Nickit. De Rollicolli. Vervolgens een Scraggy. Dan een Reverse Holo Purloin. Volgens mij had ik die ook al een Reverse Holo. Maar het gaat om wat hierachter zit. Ja, Charizard! Zo. Alweer een holo. 4 holos uit deze box gekregen, jongens. Dit was geen al te beste box. Heel erg zonde. Ja, en dan zijn voor mij de hoogtepunten toch wel deze 2 Reverse Holo Energies. Dat vind ik dan nog wel de vetste kaart uit deze collection box. En dat is geen goed teken. Dus dat is jammer. Maar goed, dat is het risico van het vak. Soms heb je geluk en soms wat minder. Vandaag was een mindere dag. Maar dat betekent dat we volgende week wel geluk gaan hebben. En volgende week gaan we Hidden Fates openmaken. Een van de populairste en een van de beste sets van Pokémon. Dus zorg dat je geabonneerd bent als je dat nog niet hebt gedaan. Zodat je de video van volgende week ook te zien krijgt. En vond je dit nou een leuke video, ondanks de wat mindere polls? Geef dan even kletsel die like knop. En hopelijk zie ik jullie dan volgende week bij de volgende video. Houdoe!